slag. Maar het is speciaal voor vandaag ook een speciale hashtag, noemt er speaker, LiveXL14. Het kan zijn dat er een porno-site terechtkomt, maar... Dit is echt uit mijn ongelooflijke hart gegrepen. We zien een beweging in het vak van, in plaats van overnemen van de ander, geef maar hier, wij zijn het beste in communicatie, laat ons het maar doen, naar hoe kan ik je helpen om het zelf goed te doen. Dat vind ik een prachtige beweging, waar ik ook graag mee doe. Later 2014, het jaar van de participatiesamenleving. Ik citeer Annemarie Jorisma, die uit haar galjaarlezing eerder dit jaar zei: een nieuwe participatiesamenleving gaat communicatie niet meer over het schrijven van teksten en woordvoering. Het gaat om krachtenveldanalyses, het organiseren en modereren van ontmoetingen, verbinden en begeleiden van processen. Dus ook Annemarie Jorisma vindt eigenlijk dat de nadruk lang genoeg heeft gelegen op communicatie in de zin van zenden, mededelen en overtuigen. Communicatie gaat volgens haar nu ook over het doorgronden en definiëren van verhoudingen tussen partijen, zowel intern als extern. Over interactie gaat het, over verbindingen en ook over netwerken. Actief lid van het jaar is Ella Broos. Yeah.